Deze motie vraagt om een integrale woningvisie en die gaat veel verder dan wat ik in het debat heb toegezegd. De heer Omtzigt, tot slot. Ja, voorzitter, dat stelt me gewoon teleur. Want op motie 70, daar ging een groot gedeelte van mijn inbreng over dat de armoede in Nederland toeneemt. Als je naar de voedselbanken kijkt, als je kijkt naar de dakloosheid die verdubbeld is en ik heb uitgelegd waarom de definitie ligt, krijg je geen antwoord op de definitie. En als ik dan zeg van nou, dan gebruik van deze definitie, die toevallig de definitie is die alle omliggende landen, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken gebruiken. Het is helemaal geen rare definitie. En dan wordt er gezegd van ja, nou ja, er zitten voor- en nadelen aan. Ja, dan kan ik het debat niet aan. En twee, ik dacht dat ik de bereidheid zag om met een woonvisie te komen met maatregelen. En als het nou beperkt blijft tot die ene maatregel die hier nu is afgetikt, dan hebben we het derde jaar achter elkaar dat we snelle maatregelen doen en hebben volgend jaar een nog grotere wooncrisis. En dat zou mij buitengewoon teleurstellen als het kabinet niet begrijpt dat de noodzaak hier ligt en de Kamer dan ook niet. Minister-president. Het eerste punt, voorzitter, is misschien de meest praktische oplossing dat we de motie in handen stellen ook van de commissie die hiernaar gaat kijken en dat heer Omtzigt dat betrekt bij ook waar hij zou meehelpen en denken over de precieze opdrachtformulering voor de commissie. Maar zoals wij de motie nu lezen, sluit hij categorisch één definitie uit. Dat vinden we niet verstandig, maar dat is wellicht oplosbaar door dat ook in handen te geven van de commissie. Op het tweede punt van de heer Omtzigt, dat ging over, wat was het ook weer, de visie, is allebei niet waar. We hebben niet toegezegd een integrale visie te gaan maken. We hebben ook niet gezegd, we gaan één maatregel toelichten. Wat we hebben gezegd is dat mevrouw Ollongren op een rij zal zetten de verschillende noties en gedachten die er leeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om dit hele dossier verder te brengen. Dus dat is wel degelijk meer dan één maatregel toelichten. Maar ik heb in het debat ook gezegd, een integrale woonvisie gaan we nu vlak voor de BZK-begroting niet ontwikkelen. Dus dat is echt een lijn ook met mijn toezegging. Dank u wel. Tot slot, de heer Omtzigt. Nou ja, voorzitter, dit is de internationale armoededefinitie hier. En als de regering ervan afwijkt en in elke publicatie een andere definitie gebruikt, ja, dan hebben we hier alleen maar mist. Dus ik zou gewoon willen vragen te gebruiken en dan volgens deze definitie ook het onderzoek te doen. Want als je niet weet volgens welke definitie je moet werken aan het onderzoek, dan kunt u in de verschillende uitkomsten kiezen en dan weet ik wel welke er gekozen wordt. En op 71, ja, ik handhaaf hem. Het hoeft geen woonvisie te heten, maar ik dacht wel dat we eerst doelstellingen met z'n allen zouden gaan vaststellen en dan kijken hoe we ze kunnen bereiken. Dat doen we een aantal jaren niet en het lukt gewoon niet. Dus dit gaat echt veel verder dan mijn toezegging in het debat, voorzitter. Echt. Dank u wel. Dan mag het woord visie eruit halen, want ik weet dat er zeker allergie voor bestaat. Nee hoor, nee, dat heb ik echt ooit een onhandige opmerking over gemaakt. Ik heb geen bezwaar tegen het woord visie. Nee, daar zit het er niet op. Maar het zit, ja, sorry, dat heb je wel eens. Maar in 2013, ja, al 8 jaar sleep ik dat mee. Ik ga het er langer over hebben, een keer als we meer tijd hebben. Ja. Maar dus daar zit het probleem niet, maar wel in het feit dat u nu de toezegging veel ruimer interpreteert. Dus ik dacht, maar goed, u kunt de motie toch in stemming laten komen en sowieso gaan wij de toezegging uitvoeren. En dat is dat tenminste Middellandse Zaken op een rijtje zal zetten. Alle verschillende opvattingen bij BZK en inzichten ten aanzien van de woningmarkt. Ik ging ervan uit dat het niet over de opvattingen ging, voorzitter. Ik ging ervan uit over de maatregelen die ervoor zouden zorgen dat die wooncrisis opgelost wordt. Ja, dat moet ook allemaal. Maar nogmaals, de toezegging ging nu in het licht korte termijn van de BZK-begroting om het bestaande op een rij te zetten wat we weten.